Goedemiddag, ik ben nu onderweg naar mijn oude basisschool. En ik ga mijn leraren confronteren met het feit dat ik nooit naar mijn zin had op mijn school. En dat niemand mij ooit waardeerde voor mijn vaardigheden. Dat ik nooit in de plusgroep mocht of nooit in de rekentijgers mocht, omdat ik nooit goed genoeg was. En ik ga mijn oude leraren opzoeken en zeggen dat ik 4 keer summa cum laude ben overgegaan. Voorzitter van de leerlingenraad ben. Mee heb gedaan aan Model European Parliament. En prijs heb gewonnen voor TTO. En we gaan zien hoe ze reageren. Ik vind het heel spannend. Ja, ik vind het echt heel spannend, want ik ben er echt al 5 jaar niet geweest. Maar goed, we gaan het zien. Alle leraren die zijn nu aan het verzamelen in de lerarenkamer. En dan ga ik ze mijn toespraak geven. Een welverdiende toespraak. Ja. Ik ben hier vandaag om u te laten melden dat ik het helemaal niet naar mijn zin had op deze school. Elk jaar ging ik naar de leraar of naar de lerares en dan zei ik, mag ik in de plusgroep? Nee, daar ben je niet slim genoeg voor. Nee, daar ben je niet goed genoeg voor. Mag ik bij de rekentijgers? Nee, daar ben je niet goed genoeg voor. Ik moest op een sofa-training en vandaag is de dag dat ik u laat weten dat ik 4 keer summa cum laude ben overgegaan op de middelbare school. Ik ben de beste van mijn klas. Ik ben 4 keer klasvertegenwoordiger geworden. Ik zit bij voorzitter van de leerlingenraad. Ik zit in het landelijk actiecomité scholieren. Ik ben junior mentor. Ik help de decaan heel vaak. En ik ben nu op weg naar een studiebeurs voor een internationale universiteit. En dat wilde ik je laten weten, dat ik sterk ben ondermijnd op de basisschool. En dat het hartstikke goed bij me gaat. En over 10 jaar zult u mij zien bij de Verenigde Naties in New York. Dank u wel voor uw aandacht. Wat vindt u nou van mijn speech? Leraar? Tof juist dat je dat kon melden. Je moet het maar durven. Zeggen van, jullie hebben me onderschat en zo. Ik denk dat ze hier wel de beste natuurlijk om te kijken wat past er bij je. Mm-hmm. En dat je zo bent opgebloeid, dat is super tof. Ja. Daar mag je ook trots op zijn. En andere leraren die mij kennen? Nou, ik vind allereerst, ik denk dan meteen van jeetje, heb je ongelukkig gevoeld op school, want dat wil je niet, dat kinderen zich niet prettig voelen op school. Je wil juist dat iedereen zich fijn voelt en zich gezien voelt. Dus dat is, aan de ene kant denk ik dan van, oh, dat vind ik heel erg jammer dat je zo je basisschooltijd hebt ervaren. Maar dat zegt heel veel over jou, dat je daar dat hebt omgezet in de kracht en dat je bent waar je nu bent. Mm-hmm. Dat zegt heel veel over jou. Yeah. En ik hoop dat je dan datgene wat je jammer vond van je basisschooltijd, dat je dat ook een plekje kan geven en dat je dat nu juist kan omzetten in de kracht. Dat zegt wel heel veel over jou. Ja, yeah. Dank u. Meester Kees? Ja, ik ben verbaasd. Mm-hmm. Heel erg verbaasd. Ja. Waarom? Ik had niet verwacht dat je dit zou komen vinden. Mm-hmm. Ja, we zijn alleen. Als enige. Nou, dank u. Sorry. Wie heeft u bedacht? Zelf bedacht? Ik ga mijn lef uitoefenen en dat doe ik nu middels u toe te spreken. Dank u wel. Iets ook waar je in de vervolg van je carrière je voor zou willen inzetten? Voor misschien ongelijkheid in het onderwijs? Ja, ik wil bij de VN en zeker kansongelijkheid. Ja. Ik heb ook meegedaan met het Model European Parliament. Heb ik gewerkt aan vraagstukken voor mensenrechten en over toerisme. Dus het lijkt me heel leuk om echt voor de maatschappij in te zetten. Ja, ja, nou, ga het vooral doen zo. Ja, dank u wel. Dus, ik denk dat er een enorme drijfveer in je zit om, om dit te gaan doen. Het zegt ook genoeg dat je hier staat en super belangrijk dat dit gebeurt. Mm-hmm. Dus hou die energie, zou ik zeggen. Ja, dank u wel. Zijn er verder nog reacties? Oké, nou dan sluit ik het af. Dank u wel. Ja. Wat was dat spannend zeg. Mijn leraren die konden het ook echt niet geloven. Mijn oude docent die keek heel verbaasd. Ik ben wel blij dat ik het heb gezegd. Ik vond het wel spannend, maar het is nu weer van mijn schouders. En ik ben blij dat mijn leraren weten waar ik nu sta en hoe ver ik ben gekomen.